Goeiedag. Grote verschillen vanochtend in Nederland. In het zuidoosten viel veel water, grote plassen daar op de straat. In het westen was het juist droog en daar bleef het ook droog. De komende dagen blijft het vrijwel overal droog. Ja, in het oosten daar ging het vanochtend toch best wel eventjes tekeer met de regen. Dat viel een beetje tegen hoor. In de verwachting had ik niet staan dat er zoveel regen zou vallen. Hier ook een plaatje uit Gelderland, waarbij er donkere wolken overtrokken en voor veel neerslag zorgden. Dit zijn de neerslagsommen zoals die vandaag vielen. En dan zien we dat er precies een band met flink wat neerslag over het zuidoosten en oosten van het land trok. Lokaal meer dan 25 mm in het noorden van Limburg en uiterste oosten van Brabant. En ook in de Achterhoek viel veel water. In het westen juist geen neerslag. Nou, de neerslag van vandaag die is allemaal richting Duitsland getrokken. Daar hebben we geen last meer van. En we komen nu in rustiger vaarwater. We zien ook een uitloper van een hoge drukgebied opbouwen. En dat betekent morgen vrijwel overal droog weer. Met wel veel bewolking. Want bewolking is er toch wel vaak aanwezig de komende dagen. Morgenochtend beginnen we met veel bewolking. Het is wat grijs, met name in het zuiden ook nog wel kans op een mistbank. In het oosten en noordoosten, daar valt misschien nog een heel licht buitje. Temperaturen liggen in de ochtend rond de 16 graden. In de loop van de ochtend vanuit het westen ook een paar opklaringen. En in de middag zien we wat meer opklaringen. Hoewel op lang niet alle plaatsen de zon uitbundig zal gaan schijnen. Op veel plaatsen blijft bewolking overheersen. Dat spatje in het oosten en noordoosten, ik denk dat dat morgenmiddag wel verdwenen is. Temperaturen rond de 18 graden aan zee. In het binnenland kan het 20 graden worden. Misschien op een enkele plek nog 21 graden. Dat alles bij een matige wind uit het noordwesten. En vrijdag en ook het weekeinde zien er rustig uit, met temperaturen over het algemeen rond de 20 graden. Er is wel degelijk ruimte voor de zon. Maar wat wel gaat spelen is dat de lucht in de ochtenden erg vochtig is. En dat betekent dat de kans op mist alleen maar verder gaat toenemen. Het zal mij bijvoorbeeld niet verbazen als zaterdag de ochtend helemaal grijs gaat verlopen. Nog een fijne dag.